Ja, duurzaamste Nederlander, dat is aan de ene kant natuurlijk een enorme eer, maar ik ben ook wel realistisch. Er zijn ontzettend veel mensen die eigenlijk ook wel weer meer doen dan ik. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is het proces wat plaatsvindt. Ja, hartelijk welkom en hartelijk dank voor al deze ondersteuning van u. Maar eigenlijk ben ik nu aan het preken voor degene die al converted is. U wil allemaal duurzaam, u weet het ook allemaal wel. Maar het gebeurt toch nog niet echt. En dat zit me dwars. En daar wil ik eigenlijk toch eventjes iets over zeggen. Want ik denk toch dat wat er eigenlijk ontbreekt, is het echte geloof om het te doen. Net zoals ik zei, wij kunnen het. De technologie is er, de organisaties kunnen het. We kunnen wetten afschrijven zoals de Duitsers hebben gedaan. Maar dan toch, de rest van de wereld zal het op deze manier niet volgen. Hoe kunnen wij nou toch naar een soort religie gaan? Een soort toekomstreligie. Zodat iedereen als het ware diep in zichzelf zegt van, ik moet dat doen. Zo van, laat ons verlost zijn van de fossiele brandstoffen. Laat ons heen gaan en naar alternatieven zoeken. Op deze manier. Ja. Misschien willen jullie een beetje meehelpen om dat toekomstgeloof te gaan verspreiden. Want wie weet gaat het dan toch echt lukken. Dankjewel. Okay.